Sport en autisme. Dit is Elise Haarman. Ze is psycholoog. Ze heeft ook een eigen tekstbureau. Ze schrijft onder andere artikelen over autisme. Ze schreef ook dit boek, Game Over, Start Opnieuw. Een boek over autisme en sport, om kinderen met autisme te helpen. Nou, er zijn eigenlijk drie dingen die sport lastig maken als je autisme hebt. Dat is ten eerste het sociale aspect. Het functioneren in een groep of in een team met een trainer. Ten tweede is dat de hoeveelheid prikkels die je te verwerken krijgt als je gaat sporten. En niet alleen geluid, maar ook heel veel beweging en geuren en aanraking. En ten derde is dat het motorische aspect. En ja, kinderen met autisme zijn vaak wat houteriger, waardoor ze ook minder zelfvertrouwen krijgen en meer moeite hebben om nieuwe dingen te proberen. In de sport wordt niet altijd heldere taal gebruikt. We publiceerden dit plaatje op onze Facebookpagina van Autisme TV. Wat is een proeftraining? Er kwamen vervolgens veel voorbeelden binnen. Maak gehakt van je tegenstander. En dek de man. Of op de man zitten. Taal is natuurlijk overal waar je komt gigantisch belangrijk. En voor mensen met autisme vaak een probleem. Door het letterlijk nemen van taal en de complexiteit van taal. In een sport zie je vaak beeldspraak die voor ons heel erg logisch is en voor mensen met autisme helemaal niet zo. En dat zijn echt tactische aanwijzingen zoals zakken van achteruit, dieper zitten. Dat iemand met autisme denkt, zakken? Moet ik dan op de grond gaan zitten of zo? Of bijvoorbeeld echt mental coaching van, nou jongens, hop, de schouders eronder. Schouders eronder, waaronder. Dus ja, ook in de sport is daar duidelijke taal nodig. Hoe wordt sport met autisme een succes? Als trainers en begeleiders een beetje rekening houden met sporters met autisme, zo blijkt uit de reacties op onze Facebookpagina. En dat begint door te snappen wat autisme is. In het boek van Elise staan talloze tips. Wat is haar top 5? Tip 1. Hoe overleef je de kleedkamer? Nou, mijn tip is, zorg dat je een vaste plek hebt in de kleedkamer waar iedereen van weet. Dat zorgt voor jou, voor rust, zodat je op je gemak aan het sporten kan gaan beginnen. Tip 2. Wat doe je als je verloren hebt? Nou, mijn belangrijkste tip is, blijf niet lang hangen op de plek waar je verloren hebt. Zoek afleiding. Ga ergens anders naartoe, ga iets leuks doen, praat met mensen. Je kan ook praten over je verlies, want dat zorgt ervoor dat je weet wat je fout hebt gedaan en wat je de volgende keer beter kan doen. Maar ga in ieder geval weg van die plek. Tip 3. Hoe vraag ik hulp? Mijn belangrijkste tip is, spreek een teken af met je trainer of je coach, zodat jij kan laten zien dat je het moeilijk hebt. En dat kan bijvoorbeeld de T zijn van time-out. Tip 4. Wat als het misgaat? Als het misgaat, zorg dat je een plek hebt waar je naartoe kan om even af te koelen, om weer rustig te worden. En dat kan zijn in een hoekje van het veld of in de kleedkamer. Tip 5. Hoe kies je een sport die bij jou past? Ga een paar keer proeftrainen. Dus niet één keer, maar meerdere keren, zodat je echt kan ervaren van is dit de sport die ik leuk vind? En ga dan ook met mensen praten en vertel ook wat voor speciale hulp jij nodig hebt bij je autisme.